Op 2 april 2017 ondertekenden de Republiek Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, een leningsovereenkomst over het financieren van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP. Het doel van dit programma is om de historische middenstad van Paramaribo nieuw leven in te blazen. Tijdens een persconferentie op vrijdag 18 februari zijn stakeholders nader ingegaan op onder meer renovaties en opleveringen de komende maanden. Yes. Nou, en van harte goedemorgen. Mag ik u als onderdirecteur van het directoraat cultuur welkom heten bij onze persmeeting hier op het terrein van het directoraat cultuur. Erfgoed in onderhoud, daar gaat het om vandaag. Recharging, onze historische binnenstad. En met deze slogan ondergaat PURP, het programma voor rehabilitatie van onze historische binnenstad, een gedaantewisseling. Een nieuw jasje dat het accent zal leggen op de activiteiten van PURP, welke als doel heeft uiteraard het herleven, doen herleven van onze historische binnenstad. Daarover zullen we het vandaag hebben. Ik zal zo aanstonds vanuit het directoraat cultuur de zaken belichten. Daarna krijgt u aan het woord mevrouw Natasha Deul. Die zit hier, in het midden dus. Zij is de program manager van PURP. En daarna mevrouw Karin Revos, uiterst links van mij, communication project director van PURP. En dan cultuur. Onze grootste taak is het scheppen van een dusdanig gunstig kunst- en cultureel erfgoedklimaat. Zodat kunstenaars, artiesten, cultuurbeoefenaars en erfgoedinstellingen extra gestimuleerd worden. Er is zeker bekend dat cultuur een stiefmoederlijke behandeling kreeg. Ik zeg bewust kreeg, omdat we nu wel duidelijk merken dat door de aanpak nu er verandering daarin komt. Gelukkig. We zijn van mening dat cultuur economische waarde heeft. De culturele sector draagt bij aan ondernemerschap. En door onze brede culturele diversiteit is de sector een onuitputtelijke bron voor cultuur. Verder voor historische uitingen, culturele beleving. En een levendig cultureel klimaat draagt altijd bij aan de vitaliteit van een samenleving. Gaat u maar na dat cultuur altijd weer mede gezorgd heeft voor veerkracht in tijden van crisis. Ook bij de pandemie nu. Een belangrijke factor van het cultuurbeleid, waarover ik het vandaag wil hebben, is het duurzaam maken van onze culturele waarden. Waarden die verbindend zijn voor al onze bevolkingsgroepen en daarmee dan bijdragen aan een harmonieuze samenleving. Het borgen van het cultureel erfgoed neemt hierbij een belangrijke rol in. De borging van het erfgoed zal gezien de dreigingen met een grote mate van urgentie moeten plaatsvinden. En dit zal dienen te geschieden door middel van het ontwikkelen van specifiek erfgoedbeleid en het maken van adequate wet en regelgeving. En dan kom ik op datgene waarvoor u vandaag hier bent. Paramaribo is op de werelderfgoedsite van de UNESCO. Een zeer unieke status voor ons land. We hebben een zeer bijzondere en historische binnenstad. Maar we dreigden van de lijst gehaald te worden vanwege onder andere grote verwaarlozing en achteruitgang. Nou, toen kwam dus het initiatief van Stichting Gebouwd Erfgoed, welke onderdeel is van het directoraat cultuur, en als site manager van de WHS om er iets aan te doen, meteen aanpakken. Het initiatief werd toen genomen om ons werelderfgoedsite te beschermen. En zo werd, kun je zeggen, PURP geboren. Paramaribo Urban Rehabilitation Program. Voor die sociaal-economische herleving van onze historische binnenstad met de lening van IDB. Mevrouw Natasha Deul, de program manager, die zal straks uitgebreider ingaan op wat precies PURP doet, heeft gedaan en nog zal doen. En het is van eminent belang dat de gemeenschap ook hiervan kennis draagt. En daarom is TAS International aangetrokken voor die bewustwording. Maar belangrijk is om te weten
dat het een van de belangrijkste strategieën is van cultuur om dit historisch erfgoed te behouden. Want dat is een van onze taken. En PURP is dus het eerste grote initiatief van cultuur om onze werelderfgoedsite te beschermen. Mag ik uitnodigen mevrouw Natasha Dul, de programmanager van PURP. Goedemorgen, dames en heren, gewaardeerde mediapartners. Mijn naam is Natasha Deul en ik ben de programcoördinator van PURP. Waarvoor staat PURP? Paramaribo Urban Rehabilitation Programma. Zoals meneer Braam daarnet zei, het is een lening van de IDB in 2017 getekend voor $20 miljoen. En dan zou je denken, wat is er gebeurd vanaf 2017, want we hebben niet zoveel gemerkt. We zijn vanaf 2018 tot 2020 ongeveer bezig geweest met administratieve voorbereidingen voor de aanbestedingen van de gebouwen die niet gerenoveerd worden. En verder nog andere studies die ervoor moeten zorgen dat alle renovaties en activiteiten binnen PURP goed verlopen. Met enkele van jullie hebben we vorig jaar kennis gemaakt bij de lancering of de start, kan je zeggen, van de overheidsgebouwen die nu zijn opgestart om gerenoveerd te worden. En straks ook bij de parlementsgebouwen. Maar nu over het programma, wat de activiteiten zijn. Er zijn drie hoofdonderdelen. En zoals al eerder werd gezegd, de bedoeling is dat we leven terugbrengen in de binnenstad. Maar je denkt, waarom gewoon leven terugbrengen in de binnenstad? Want er zijn mensen. Na de kantooruren, en je weet, een overgroot deel van de stad is eigenlijk gehuisvest door overheidskantoren. En na 3 uur zijn er dan geen mensen meer echt over straat die komen voor entertainment of andere zaken. Dat moeten wij gaan veranderen als we onze historische binnenstad de waarde willen toekennen. Dus de bedoeling is dat mensen terugkomen naar de stad om daar te gaan wonen. Of dat er meer bedrijvigheid is na de normale kantooruren. En hoe gaan we dit doen? De drie onderdelen. Onderdeel 1 noemen we moeilijk gezegd stedelijke interventies. Houdt in dat de 2 parlementsgebouwen worden geconstrueerd en de oplevering daarvan is eind volgend maand maart. Er zijn 5 overheidsgebouwen op de lijst. 3 van de overheidsgebouwen zijn nu van start gegaan. 2 van sociale zaken, 3 van ministerie van Justitie en Politie. En we zijn nog in gesprekken voor 1 van financiën en planning. Dus het kan dat het 6 gebouwen wordt. In onderdeel 1 kijken we ook naar de waterkant. Onze historische waterkant. En daar gaan we een facelift geven vanaf Wagenbouw tot aan het einde van Fort Zeelandia. Maar natuurlijk ook de zijwegen van de waterkant en het parkeerbeleid in de binnenstad. Dat is onderdeel 1 nog steeds. Onderdeel 2 is origineel bedoeld om subsidies, oftewel zachte leningen te geven aan particuliere eigenaren van de monumentale gebouwen. Helaas is dit onderdeel niet helemaal opgestart nog, omdat we nog in discussie zijn om na te gaan welke zijn de beste methoden om dit te doen. Wat zou de juiste timing moeten zijn om dit te lanceren. Onderdeel 3 heeft te maken met de institutionele versterking. Stichting Gebouwd Erfgoed is de site manager van ons historisch binnenstad. En zij hebben de nodige tools, de trainingen en de faciliteiten nodig om het werk te kunnen doen. Maar ook het directoraat cultuur en andere partners zoals ministerie van openbare werken, ministerie van ROGB, die worden ook getraind in enkele zaken. We hebben binnen dit onderdeel gekeken naar een database, een GIS-database, dat gehuisvest is bij Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. En hier kan je terecht om informatie te halen over monumenten, monumentale gebouwen en noem maar op. Maar deze database wordt nog geüpdate, dus ga niet morgen al aankloppen. Ze werken er nog aan om up-to-date informatie aan in te voeren. Verder hebben we een managementplan opgesteld voor 2020 tot 2024. Want we kennen de bottlenecks van onze historische stad. We weten wat er gedaan moet worden, maar de acties die moesten concreet uitgewerkt worden. En die zijn vervat in een studie welke geproduceerd is geworden als managementplan. Verder kijken we in onderdeel 3 ook naar de speciale bouweisen. Waaraan moeten eigenaren zich houden wanneer ze gaan renoveren of herbouwen in de binnenstad. En dan heb je een mooi onderdeel, ons mooiste sieractiviteit. En dat is placemaking en landscaping. Simpel gezegd het verfraaien van delen in de binnenstad. Tot nu toe zijn er 3
locaties gekozen. En de eerste die we gaan aanpakken is Palmentuin. En het is de bedoeling dat we de gehele area een nieuwe look geven. Met bijvoorbeeld bestrating, banken, verlichting, artefacten. Historie uitgebeeld op verschillende manieren. En daaraan gaan we activiteiten koppelen om de mensen zo terug te brengen naar die plekken. Dat is in een kort, in een nutshell, het verhaal van het programma. We zijn zeker nog tot eind 2023 formeel bezig. Aan de hand van de progress van de activiteiten, dan weten wij meer als we verder gaan. We kunnen straks nog in detail vragen beantwoorden over de activiteiten. Maar nu wil ik mevrouw Revos aankondigen, die ons zal uitleggen waarom een nieuw jasje, waarom een nieuwe look. En wat is onze communicatiestrategie. Dank je. Dankjewel Natasha en ook de heer Bram Clifton. Ook van mijn kant heel hartelijk welkom. Ik wil u toch heel erg bedanken, mensen van de media, dat u uw tijd niet alleen heeft vrijgemaakt om hier te zijn, maar ook nog hier te zijn ondanks dit verschrikkelijke slechte weer. Ik ben blij dat we vanuit het directoraat alle ondersteuning hebben kunnen krijgen natuurlijk om hier dit voor elkaar te krijgen, dat u in elk geval beschermd kunt zitten. Op dit moment, terwijl ik spreek, wordt aan u uitgedeeld een map met een brochure, met een folder, omdat ik straks natuurlijk even in zal gaan op de nieuwe huisstijl, en zodat u dat straks ook even kunt volgen. Laat me dit alvast beginnen te zeggen. Per 1 december 2021, dus vorig jaar, is TAS International als communication firm aangesteld, dan wel gecontracteerd bij PURP. We zouden eerst kijken en hebben gekeken naar welke kant wil je op, wat is er tot nu toe gebeurd. En wat vooral naar boven kwam, is dat met name PURP, het programma, eigenlijk heel erg onbekend is nog bij mensen. En voor de regering, met name het directoraat cultuur, is het natuurlijk erg belangrijk dat de gemeenschap weet, wat is dit programma eigenlijk? Dus de strategie waarover Natasha het net had, is om te kijken wat is het beste om te doen, in welke volgorde ga je die communicatie opstarten. We hebben de focus dus nu op PURP als programma, waarbij we PURP de bekendheid willen geven. Nou, wat doe je? Wat gebruik je? Hoe makkelijk kan je het maken? Er is al aangegeven, er is een contract getekend met de IDB, een lening. En dat betekende dat met name heel veel communicatie, met name de websites en zo, dat is allemaal in het Engels. Nou, er wordt vanuit gegaan, we praten allemaal Engels, dat is natuurlijk niet waar. We verstaan een woordje Engels en we kunnen een film volgen. Maar als je hele documenten moet bestuderen, dat is gewoon niet te doen. Je moet wel erg geïnteresseerd zijn in die taal om dat te doen. Dus wij hebben gelijk gezien als communicatiebureau, luister jongens, we moeten die website vertalen. We moeten die website vertalen, we moeten een brochure uitgeven aan de pers. Ja, de pers weet wat PURP is. Nee, de pers weet het niet. Ze weten een beetje, maar het is moeilijk. Dus wat we als eerst gedaan hebben, is al die moeilijke taal die belangrijk is. De organisatie die hierachter staat, de regering, et cetera. Goed belichten en met name, waarom? Waarom gaan we het doen? We doen het niet omdat we denken, oh ja, hey, die dingen breken en overal zijn plantjes. Nee, als we het niet doen, vliegen we van die werelderfgoedlijst af. We moeten gewoon realistisch zijn, in de spiegel kijken. Vanaf 2014 heeft de Stichting Gebouwd Erfgoed al aangegeven, er moet tweejaarlijks, dacht ik, corrigeer me als ik het niet goed zeg, en worden gekeken naar wat er gebeurt hier in Suriname. Ik weet niet of u zich kan herinneren, ik weet er waren allerlei gevechten met politieke instanties die vonden ze gaan monumenten aan de waterkant zetten, terwijl de organisatie die dat moet bewaken zei, jongens, het is gewoon niet goed. Dus wat we ook gaan moeten leren in het komend traject, is moeten luisteren. Dat als we professionals hebben die dat gaan bekijken, dan moeten we dat ook aannemen en zorgen dat we niet de verkeerde kant op glijden. Dat is vooral belangrijk. Wij wilden laten zien, wat is PURP? Wat doet PURP? En waarom is er PURP? Dus, men zegt de slogan, wij noemen het in de communicatie de payoff, is recharging the historic tone. Nou, wanneer charge je iets?
Je chart iets dat dood is. Je telefoon, je batterij. Dus dit is symbolisch gebruik. We chargen niet de gebouwen, we chargen die historische binnenstad. Het moet weer tot leven worden gebracht. Toch? Je telefoon wordt gecharged, dan wordt het weer tot leven gebracht. En waarom we dat woord gebruiken? Het is ook campagnetaal, symbolisch. Omdat het maakt niet uit van welke sociale klasse je bent, welk ras je bent, welke opleiding je hebt. Iedereen weet wat chargen is. En wij wilden zorgen dat iedereen, tot in de kleinste hoeken, wanneer we straks met de radiospots komen, begrijpen wat is PURP. En gelijk natuurlijk in het Engels om ons erfgoed te behouden. We rechargen die historische stad om ons erfgoed te behouden, ervoor te bewaken. Als u kijkt naar het logo van PURP, we hebben dat ook aangepast. Je kunt zeggen, we hebben het corporate gemaakt. Omdat het een om het een corporate look te geven. Je ziet de randen om PURP, die zijn eigenlijk om het erfgoed te beschermen. Dat zijn die rand eromheen, om het erfgoed te beschermen. Het kleurgebruik, het lichtblauw, is eigenlijk de kleur van de lucht. Dat zie je ook. En die gaat door en kijkt naar die gevels. En die worden omzoomd door lichtblauw van de lucht. Het donkerblauw is vooral ondersteunend. Het geeft vooral contrast. Het geheel wordt dan heel fris. De lichte grijs tinten tot wit, eigenlijk zijn de formele kleuren, zoals wordt gezegd, wit en groene ramen. Dat weten we van onze monumentale panden. Maar ik liet gisteren nog langs het bisdom, dat hele stuk, dat is gewoon lichtgrijs. Dus we hebben van licht, ook DNA is cremig met groen. Maar de basis is duidelijk, heel licht, wit, met een duidelijke nuance. Ik weet niet of er komt door modernisering, maar daar weet meneer Fokke misschien meer van. Formeel is het wit, groen. En wij hebben gezegd, joh, je kan niet alles wit maken. Om die schakering te krijgen, gingen we een beetje naar grijs. En we zien het ook terug in de stad. Het kader om het logo staat symbool voor de bescherming en het behoud van onze broze monumenten. Ook kadert het de afbeelding van een gevel uit. Zoals je ziet die vierkante raampjes, die zie je altijd terugkomen in onze monumentale gebouwen. De manier met die houten planken, dat is het lichtblauw, dat is aangegeven. En dat dak naar beneden, dat vormt natuurlijk die P van PURP. Dat is even wat de rationale, noemen we dat, betreft. PURP gaat dus eerst, we gaan het dus eerst op de kaart zetten. Het project cultuur staat er nu van. En dan gaan we dus herleven die historische binnenstand. Want daar gaat het over. Het gaat om het herleven, nieuw leven inblazen van die historische binnenstad. Natasja Deul heeft al aangegeven dat mensen weer daar gaan wonen. Dat mensen weer andere dingen gaan doen. Dat het commercieel gaat worden. Dat je ergens op een restaurantje kan zitten. Want laten we eerlijk zijn, als je nu dus na 3 uur, na 4 uur, is de stad of vol met files, ja, de manier hoe dat is, nu wordt gebruikt, of het is dood. En dat gaan we dus rechargen, tot leven brengen. We dreigen van die lijst af te gaan, maar we gaan ook kijken naar het materiaal. Wat gebeurt er nu? Je kunt het zien in de map wat we u net hebben laten ronddelen. De brochure die geeft helemaal aan, dat kunt u helemaal rustig bekijken. Het is ook op de website die om 11 uur de lucht ingaat met ons Facebookpagina. Die gaat ook om 11 uur de lucht in. En overal wordt deze look overgenomen. Straks zult u bij al de gebouwen die gerenoveerd worden, onderhouden. Ik zeg erfgoed in onderhoud, maar dat onderhoud varieert natuurlijk van onderhoud tot de hele renovatie. En soms moet je helemaal opnieuw beginnen. Kijk maar naar het parlement. Maar goed, het erfgoed in onderhoud, dat wordt gecommuniceerd naar alle mensen in die buurt op dit moment vanaf 11 uur. Ik hoop niet dat onze bodes te veel vertraging hebben. Dat hele gebied waar PURP is, die krijgen nu de folder die u daar heeft in uw map, waarin we de mensen aangeven wat er gebeurt in hun buurt. Die kantoren, die overheidsgebouwen, maar ook de kleine winkeltjes die je daar hebt. En anderen die in dat gebied zijn, die krijgen nu die folder. Wat geeft die folder aan? Die folder geeft aan, heel klein, heel sumier, wat PURP is. Maar vooral, wat gaat er gebeuren? Want mensen vinden het
interessant om te horen wat PURP is. Maar ja, maar wat gaat er eigenlijk gebeuren? En wanneer gaat wat gebeuren? Wat gebeurt er in kwartaal 1? Wanneer wordt de DNA opgeleverd? Wanneer is waterkant? Want u hoort het allemaal noemen. En wat u wil weten, u bent niet geïnteresseerd of ik 6 planken verwissel of 12. Wanneer gebeurt wat? Dat staat in de folder en dat gaat naar de hele regio daar, de mensen die daar wonen en werken. De brochure die u heeft gehad met deze map, die gaat op dit moment natuurlijk naar de grootste stakeholder, u als media hier. En straks de mensen die hier niet konden zijn, zullen wij online alles opsturen. En wie hardcopy wil of posters wil, die krijgt dat dan van ons. De tweede grote stakeholder, kun je zeggen eigenlijk, dat is de overheid. Dus vanmorgen om 10 uur zijn deze mappen al afgeleverd. Want het kan natuurlijk niet, ziet netjes dat de president in het nieuws hoort dat er een nieuwe look is. Dus hij heeft het al vanmorgen met hem, het kabinet, president, vicepresident, alle ministers en alle ministeries die kregen het materiaal op dit moment ook opgestuurd. U als media zijn heel erg belangrijk. Wij zullen u blijven informeren. Wij hebben in elk geval in onze jaarkalender dat u elke maand van ons een update krijgt met persberichten. En elke keer als er een activiteit is, bijvoorbeeld straks het opleveren van de Nationale Assemblée, zullen wij ervoor zorgen dat u reeds een dag of eerder van tevoren daar rondgeleid kunt worden. Zodat wanneer de activiteit er is, dat u tijd heeft gehad om alles in elk geval zodanig voor te bereiden dat de gemeenschap geïnformeerd wordt. Dus elke activiteit die gaat starten, gaat u als media die betrokkenheid krijgen. Zodat u in elk geval uw werk goed kunt doen, niet alleen, maar vooral die gemeenschap informeert. Want daar gaat het ook over. Verder hebben we een andere belangrijke stakeholdersgroep, los van het algemene en de media. Er zijn nog veel meer hoor, de mensen in de buurt, de winkels in de buurt of de kantoren. Maar vooral de jongeren. Want we doen het nu, maar je moet niet over 5 jaar weer een PURP willen opstarten. Want het is allemaal weer stuk en kapot en niet goed onderhouden. Dus wij gaan ook de jongeren informeren. Niet alleen maar via natuurlijk de sociale platforms. Maar ook rechtstreeks via het MULO-beraad, via het VWO-beraad zullen we zorgen dat er lesbrieven worden bezorgd en dat er een onderwerp wat te maken heeft met erfgoed op de scholen komt. Zo moeilijk zal het niet zijn. Het directoraat cultuur maakt onderdeel uit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dus dat zal geen punt zijn. Wij moeten die jongeren op een andere manier benaderen dan alleen de traditionele media. En dat zullen wij ook doen. Ik ga zo weer plaatsnemen. In het geval u vragen heeft, beantwoord ik heel graag. Dank u wel. Aan tafel hier vooraan hebben we Priscilla Abilak-Misier. Zij is verantwoordelijk voor al de bestedingen, oftewel procurement. Priya Bihari. Zij is verantwoordelijk voor de financiële planning en uitvoering in het programma. Achteraan hebben we de heer Armand Morejo, onze Environment Health and Safety Specialist. Hij zorgt ervoor dat alle werkzaamheden op de construction site goed verlopen. Satifa Menig is onze Construction and Civil Engineering Specialist. Hij zal degene zijn die alle technische vragen over de construction activiteiten beantwoordt. En we hebben Stefan Fouquet, onze adviseur van het team. Hij is ook de directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. En zij zijn de site manager van ons WAS, ons historische gebied in Paramaribo. Ik denk dat het straks goed is als Stefan ook de borders aangeeft, zodat we precies weten welk deel van Paramaribo gezien wordt als het historisch gedeelte. Ja. Thank you. Moet dat meteen? Oh, Harold. Ja. Harold, je staat niet bij de tafel. Sorry. Harold is onze community liaison officer. Dus alle vragen vanuit de pers na vandaag, alle activiteiten die worden uitgevoerd. Harold is de to-go person. Dankjewel. Ja. Het is ook in de folder genoemd waar we te bereiken zijn en de contactgegevens van Harold Amalensi. Yes. Yes. Nou, pers, heeft u vragen?
Goedemorgen, Ryan Laroos, STVS Nieuwsdienst. Als we het hebben, we hebben het over een groot project die gedraaid wordt binnen Paramaribo Centrum. Er is vaak genoeg gebleken dat als er projecten gedraaid worden, dat ze meestal niet duurzaam zijn. En je hoort er niets, op een gegeven moment hoor je helemaal niets meer hierover. U heeft gesproken over communicatie, mevrouw Revos. Zal de website alleen beschikbaar zijn in het Nederlands en in het Engels? En hoe zullen er tussendoor ook video's verschijnen waarbij er dus informatie verstrekt zal worden naar de samenleving toe over de werkzaamheden? Onderdirecteur cultuur, dit is een belangrijk moment voor Suriname als wij willen staan, blijven staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hoe zal de informatieverstrekking vanuit het directoraat verder geschieden naar het onderwijs toe? Want als we het hebben over behoud van onze cultuur, van onze mooie gebouwen, moet die informatie draaiende of rollende blijven binnen die samenleving. Mevrouw Deul, wat is het kostenplaatje van dit totaalproject als we het hebben over het rehabiliteren van de verschillende gebouwen? Dat was het tot zover. We starten vandaag, dat was een heel kort dag toen er werd besloten we gaan vandaag launchen. We hebben dus vooral alles voorbereid met betrekking tot de social platforms, printmateriaal, et cetera. De radiospots en de televisie en al dat soort kleine Facebook boostfilmpjes, die komen de komende periode. Die zult u dan zien en die zult u niet alleen offline zien, maar ook online. Wat de taal betreft, uiteraard, naast het Nederlands hebben we nog 3 etnische talen, noem ik het even, waarin de spotjes duidelijk zullen aangeven, heel kort, wat PURP is. En iedere keer 10, 15 seconden, niet te lang. We gaan niet met hele grote infomercials komen. Er is nu een prachtige film gemaakt door de IDB, recent. En die komt de komende week op de website. En die is inderdaad iets langer, maar die geeft een goede geschiedenis weer en een goed beeld weer van waar praten we eigenlijk over als je het hebt over die historische binnenstad. Dus nogmaals, de 3 etnische talen naast het Nederlands zijn uiteraard het Surinaams en het Javaans en het Hindoestaans. En wij zullen dus ook de etnische stations accommoderen en zorgen dat we daar ook spotjes uitzetten op primetime. In elk geval zullen we de eerste 3 tot 4 maanden agressief in de media zijn, zodat iedereen in 1 keer weet waar het over gaat. En dan zullen we natuurlijk later iets afbouwen en dan weer terugkomen. U weet wel, het is een bepaalde strategie die je gebruikt, online en offline. Dit is wat de communicatie betreft. En ik ga meneer Braam niet voor de voeten lopen, maar ik heb net aangegeven dat de scholen, dus hoe gaat u dat? De scholen worden rechtstreeks, met name VOS en VOJ, worden eerst los van de sociale platforms, Instagram, TikTok, etc. We zullen heel creatief zorg dragen dat de jongeren weten waar het over gaat en hoe belangrijk het is, want zij zullen deze stad erven. Wij hebben 3 ondersteunende teksten om ons erfgoed te behouden. Dat is nu dat u dat weet. Waarvoor is PURP? Recharging the Historic City. Om ons erfgoed te behouden. En we hebben straks een andere support. En we hebben erfgoed in onderhoud. Dat is voor iedereen. Wanneer u langs de gebouwen loopt, dan zult u dit zien. Erfgoed in onderhoud. Dat iedereen die langs loopt weet. Het is ons erfgoed in onderhoud. En de derde die straks naar buiten komt. Wij erven deze stad. We zullen jongeren op een hele andere manier laten communiceren met de gemeenschap. Wij erven deze stad. Wij zijn verantwoordelijk voor hoe dat wordt, straks wordt voortgezet. Ja. Dat duidelijk. Duidelijk. Ja. Is dat duidelijk voor u? Ja? Dank u wel. Ja. Ik kan niet. Okay. Zij had nog een antwoord met betrekking tot beheer en het budget nog even herhalen. Ja. Dat was het. Het totaalbudget is $20 miljoen. En dat is dan opgesplitst tussen de componenten. Je hebt een bepaald deel voor de gebouwen. Estimates kunnen variëren. Als je uiteindelijk een aanbesteding hebt gehad, kan je er bovenop zitten, kan er onder zitten. Dus het heeft nu niet zoveel zin om het concreet bedrag aan te geven per activiteit. Maar het totaalbedrag is $20 miljoen. Ten aanzien van de maintenance en de onderhoud na PURP. Want PURP is een project. Is een hele korte duur. Initieel 5 jaar, we gaan nu misschien iets langer door. Maar het is de bedoeling dat wij voor het einde, samen met Directoraat Cultuur, Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, Directoraat Toerisme en de DC een afspraak hebben gemaakt. Nou, niet alleen een afspraak, maar een managementplan hebben opgemaakt voor onderhoud na PURP. En we gaan dus ook kijken naar een public-private partnership. Dat is om veel meer
de private sector te betrekken, zodat niet alleen de overheid verantwoordelijk is voor onderhoud en maintenance na PURP, maar dan ook andere mensen kunnen bijdragen. Gefeliciteerd Suriname, het werd tijd. Dank u wel. Dank u. Er is 20 miljoen ter beschikking gesteld, dus geleend. Dat wil zeggen, er zijn nog vele tientallen miljoenen nodig, hè, om die brokoperatie een beetje uit te werken. Maar ik heb vertrouwen erin dat het komt, want het leven is gebaseerd op toekomst en vertrouwen. Maar het onderhoud, even daarnet over het fonds gaat, het onderhoud. Op hoeveel gaat u het onderhoud? Weet u een idee hoeveel de regering zal moeten dokken over 5 jaar? Want ik vrees dat er over 2-3 maanden, dat ze zijn opgeleverd, al een pilaar is weggeslagen, zoals aan de Zwarthovenbrugstraat, waar een mooi gerenoveerd gebouw staat. En ze hebben niet eens de moeite genomen voor Pura Balk. Dus het is een kwestie van mentaliteit en POV naar money voor onderhoud. Want dan zitten we na 20 jaar weer zo ver. Kijk naar die gebouwen die hier onlangs zijn gerenoveerd. Ze zijn nooit onderhouden. Gefeliciteerd de Rooms-Katholieke gemeente. Want die onderhouden. En dat is planning. Dus PAMONO door van onderhoud. Is dat goed gepland? Want ik maak me ernstig zorgen. En misschien kunnen we daarheen leiden. Dat die in de Zwarthovenbrug slaat. Elke dag voorbij. Mij want chara balagwe. Want dat boem oudo. En weet je wat dat kost. In balag houden. Maar ik praat te veel, ik moet vragen stellen. Maar ik moet even kijken. Ministerie van Onderwijs. Mission van Cultuur. Cultuur moest eigenlijk in het mooiste monumentaal gebouw zijn. Heeft u al een van de te renoveren panden uitgekozen bij u als de meneer Bram? Misschien kan ik meteen ingaan op het laatste wat u heeft aangehaald. Inderdaad, we zijn bezig met de restauratie. En we zijn bezig natuurlijk die binnenstad weer een nieuwe look te geven. En je vraagt je af, maar hoe zit het zelf met cultuur? Nou, ik moet u zeggen, tot vanmorgen hadden mevrouw Deul en ik het daarover. Ook wij van cultuur zijn bezig. Binnen niet al te lange tijd zult u waarschijnlijk weer worden uitgenodigd om te vernemen wat er precies gaat gebeuren met de huisvesting van het directoraat cultuur. Maar ook daaraan wordt er gewerkt. Ik mag u dat verzekeren. En misschien kan ik alvast een voorschot nemen om te zeggen dat wat onderhoud betreft, we weten het. We weten het met z'n allen. Maar daarom is daarnet ook benadrukt dat het niet alleen maar een zaak is van die overheid. Iedereen is betrokken. Ook u bent daarbij betrokken. Het is ook uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat wat we hebben behouden wordt. Toch? We kijken niet alleen maar naar die historische gebouwen in die binnenstad. Maar alles dat we hebben in Suriname, alles staat en valt met goed onderhoud. Maar het plan is er. Het plan is er om met al die actoren te gaan samenwerken, een presentatie te doen, een plan te maken van, en dit moet het gaan worden, jongens, om erop toe te zien dat wat we weer, waarin we weer zoveel geld, energie en tijd hebben gestoken, dat dat behouden blijft. Ten aanzien van de cijfers, mevrouw Deul. Over de cijfers hebben we ook nog geen concreet bedrag. We weten niet hoeveel het onderhoud gaat kosten, want dat is meestal meer dan wat je nu erin hebt geïnvesteerd om het weer te renoveren. Maar zoals meneer Bram daar net aanhaalde, nu al zijn we begonnen, voordat de gebouwen zijn opgeleverd om na te gaan, wat gaat het kosten? Hoe moet het plan eruit zien? Wie moet ervoor verantwoordelijk zijn? Wie moeten we nog betrekken? En dat gaat nog even duren, maar het komt er wel aan. De prioriteit is om te werken zoveel mogelijk met lokale aannemers, met lokale producers, maar waar wij daarin tekort schieten, moeten wij internationaal de aanbesteding gaan doen. En in de meeste gevallen voor de grote bedragen zijn de lokale bedrijven nog niet zo ver. We zijn wel heel hard met ze bezig om ze te informeren hoe je het beste je aanbestedingsdocumenten kan voorbereiden, hoe je lobbywerk kan doen en wat er gevraagd kan worden, zodat zij ook binnenkomen. Maar de prioriteit is om zoveel mogelijk lokale aannemers en producers.
Nee. Nee, dat is helaas niet het geval. We zitten er echt met de puntjes op, hoor. Om ervoor te zorgen dat die dingen goed worden uitgerekend en goed wordt gefaciliteerd. Ja. Dat is waar. Dankjewel. Dankjewel. Andere vragen? Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. De naam is Rendel, Rendel Heenaar, en ik heb een korte vraag voor jullie. Ik zou graag willen weten hoe jullie de private sector hierbij gaan betrekken. Tot nu toe hebben we de private sector betrokken bij stakeholders meeting voor de meeste activiteiten. De bedoeling is dat wij samen met ze continu afspreken voor welk deel, voor welk onderdeel, voor welk budget er samen gewerkt kan worden. En we willen er ook naartoe dat voor de onderhoud zij de grootste deel inbrengen in plaats van de overheid. En dat moeten we nog uitwerken. Maar we betrekken ze wel. Oké. Dan heb ik nog een vraag. De technische werkzaamheden. Mm-hmm. Wie zijn de mensen die deze werkzaamheden gaan verrichten? U bedoelt de aannemers die nu zijn gecontracteerd? Correct. Ja. Voor de parlementsgebouwen hebben we een internationaal bedrijf. Hou me ten goede de naam, kan ik zo meteen aan meneer Menen vragen. Voor de sociale zaken, de gebouwen van sociale zaken aan de waterkant, daarvoor hebben wij NV Samat. En voor Miranda's Raad, Justitie en Politie, daar hebben wij Baska, aannemer Baska. Voor de overheidsgebouwen tot nu toe hebben wij Surinaamse aannemers. Alleen voor de DNA-gebouwen, omdat het een groot bedrag was, ongeveer 3,5 miljoen US dollar. Dat is dan internationaal getenderd. Metallurgical. Metallurgical is de naam van het internationaal bedrijf. Ja, dankjewel. Nog meer vragen, beste mensen? Met betrekking tot de oplevering straks van de Nationale Assemblée. U tijdig wordt geïnformeerd, zodat u in elk geval de gelegenheid krijgt om met een media trail door het gebouw te gaan, nog voordat de officiële opening is, waar u misschien met anderen erdoor moet lopen en gasten en u niet uit de voeten kan. Maar dat we in elk geval in de planning hebben dat iedere keer de media op tijd wordt geïnformeerd. Dan wel bij een oplevering, dan wel bij een start van een bepaalde renovatie of bouw van een onderhoud van een monumentaal pand. Daarnaast wordt u maandelijks op de hoogte gehouden middels persberichten die we zullen e-mailen naar u, wat de status is en u zullen voorbereiden met betrekking tot wat er aan zit te komen. Ik mag afsluiten. Geef, ja? Nou, namens de heer Braam, mevrouw Deul en ondergetekende, dank ik u heel hartelijk voor de mensen die nog een vraagje hebben, die speciaal nog willen beantwoord hebben, is mevrouw Deul beschikbaar en we zullen dat even goed regelen, dat ze een goede backdrop heeft en dat u dan eventueel vragen kunt beantwoorden. Vragen kunt stellen aan mevrouw Deul of meneer Clifton Braam. Ik dank u nogmaals heel hartelijk voor uw aanwezigheid en heel hartelijk dat u uw tijd heeft vrijgemaakt om vandaag hier met ons te zijn. Wij rekenen op u straks voor de informatieoverdracht naar de gemeenschap. We hebben er in elk geval voor zorg gedragen dat er op een hele simpele manier in de brochure de informatie tot u kunt worden gebracht. De website en Facebook die gaan om 11 uur de lucht in. Dank u wel. Waarom is er eigenlijk gekozen voor renovatie van de overheidspanden in plaats van permanente verhuizing? Nou, verhuizing is een zwaar woord. Dat kunnen we natuurlijk niet maken. Nou, kijk, Paramaribo, onze historische binnenstad, is op de werelderfgoedsite van de UNESCO. Ja? En dat is zeer uniek voor Paramaribo. Het is zeer uniek voor het land. Maar we dreigden van die lijst gehaald te worden vanwege dus die achteruitgang. Alles ging maar achteruit. Het is niet om aan te zien. Dan moet je inkomen, dan moet je iets gaan doen. En wat hebben wij gedaan? Het initiatief komt van Stichting Gebouwd Erfgoed, dat onderdeel is van het directoraat cultuur. Nou, die hebben gezegd van luister, laten we iets gaan doen.
En zodoende is PURP ontstaan. Paramaribo Urban Rehabilitation Program. Om die binnenstad weer nieuw leven in te blazen. Het is een historische binnenstad. Je ziet het niet overal. We moeten behouden, we moeten de mooie dingen, ons erfgoed behouden. En dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest om te zeggen van... Nou, dan gaan wij die historische binnenstad nieuw leven inblazen. En vandaag hebben wij dus de ontknoping gehad, of de launch gehad van de nieuwe slogan. En dat is Recharging. Wanneer wordt dit project gefinaliseerd? Wanneer zien we het einde van dit project? Nou, PURP loopt officieel tot eind 2023. Ja, er is aangegeven de verschillende zaken die we moeten gaan doen. Het parlementsgebouw wordt in maart opgeleverd. We zijn bezig met een gebouw van sociale zaken. We zijn bezig met drie panden van het ministerie van Justitie en Politie. We zijn bezig met de waterkant, noem maar op. Officieel tot eind 2023, maar dat hangt natuurlijk helemaal af van de vorderingen van de werkzaamheden. En als we dus moeten verlengen, dan gaan we dat natuurlijk ook doen. Maar officieel tot eind 2023. Waarom deze vijf gebouwen in eerste instantie? We hebben natuurlijk gezien het verval. Groot verval natuurlijk van deze gebouwen. En daarom hebben we ook gezegd, we gaan deze gebouwen in eerste instantie als eerst aanpakken. En dat zijn dus, zoals eerder aangegeven, parlementsgebouw. Ja, dat moest komen gewoon. De drie gebouwen van het ministerie van Justitie en Politie. En de twee gebouwen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.